Eet smakelijk, Olivia. Heb jij een eigen lunchrestaurant gecreëerd? Ja! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de trein naar Londen en ik ben met Olivia, Sander, Olivia's oppas en Tamara. En het is super gezellig en we gaan naar Londen van vandaag tot donderdag voor een shoot. Olivia gaat ook shooten. Dus super gezellig, ik heb er heel veel zin in. Ik ben aangekomen in Londen en we zijn nu in de parkeergarage. En we gaan met de auto naar het hotel. En dan ga ik snel even douchen en naar de set. Want ik moet vandaag alweer. Tenminste, vandaag werk ik van 2 tot 8 of 9, geloof ik. Dus even douchen en die kant op. En Olivia ligt lekker te slapen. Ik heb even snel gedoucht in het hotel en ik zit nog met nat haar. Geluiden maakt. En ik heb dit super, 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 super leuke shirt van Asos aan. Daar ben ik echt super blij mee. En heel veel mensen op Instagram hadden het al gevraagd. Toen heb ik de link gepost. Dus ik zal de link, als die er nog is, want deze ding is altijd super snel uitverkocht, even hieronder posten en Levi shorts. Maar ik moet zo omkleden in een warme kerstoutfit. En het is 25 graden buiten. Wordt het zo moe van in de auto zitten. Ik had zo zin om lekker te gaan slapen, maar dat zit er voorlopig niet in. Ja, dus ik ga zo beginnen met shooten en Sander en Olivia zijn in het hotel. En Olivia gaat morgen ook op de foto en woensdag ook. Ik hoop dat het een beetje leuk is om daar te filmen. Ik denk het wel. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ze zei dat die set heel mooi is, dus ik zal het zo allemaal filmen. Dus ja, ik moet er even helemaal bij komen. De laatste 24 uur waren zo'n super chaos van surprise party en Tamara die over was gekomen uit Engeland en alle meiden uit eten. Hebben we gisteren tot heel laat gekletst. Oh, dat hebben jullie trouwens allemaal in de vorige vlog gezien. En dan nu vanochtend vroeg naar Londen met Olivia. Dat is ook altijd best wel een dingetje met je baby naar het buitenland. En nu shooten. Maar goed, het is wel heel gezellig en het zonnetje schijnt, dus dat is fijn. Maar goed, ik zie jullie zo. Ik ben op de set, zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien, in mijn kleedkamer. Ik heb een eigen kleedkamer, dat is best wel cool. En mijn make-up is gedaan. Dat is wel heftig, maar we gaan ook video filmen. Dus ja, ik vind het wel mooi. Goh, ik vind wel mijn haar mooi. En ik ga hem zo omkleden en dan gaan we beginnen. Ik krijg allemaal scripten en dingen te horen, dus ik moet het even allemaal tot mij gaan nemen, denk ik. Maar het komt wel goed. En het is alweer 5 uur. Ik heb volgens mij 2 uur in de make-up gezeten. Ik voel me altijd zo'n... Ik kan het woord niet zeggen, maar zo opmaak op met al die make-up op. Maar misschien valt het wel mee. Maar voor video is het wel beter. Dus ja. And this is the lovely girl that did the make-up. Hi. Looking at my baby. Yeah, she's also a mom, so she's like me, addicted. So my mom has sent me pictures of my baby. Oh, it's so beautiful in the sun. Oh, ik zou je trouwens even die top laten zien. Dan kan je hem nog iets beter zien. Kijk. This is it. Maar goed, die moet ik nu uitdoen. Wij gaan voor de volgende minuut. Ik zit echt als een zoutzakker bij, jongens, sorry. Done shooting! 2008. 2008? Yeah. Have you done the 380? My baby is... Okay, it's just 777s. Just 777s, yeah. Oh, jongens, de dag is voorbij. Ik zit in de auto met Sander en het is 11 uur. We gaan nog even snel wat eten. Daar heb ik zo'n zin in eten. Ik ook, maar ik zit wel vol. Ik heb zoveel water gedronken vandaag. Eten. We zijn op Oxford Street. Ja. En dan... aan het eind is waar we wonen. Gaan we lekker slaap doen. Nu al zin in. Olivia die is... Olivia slaapt ook lekker bij ons op de kamer. In bed? Nee, eigen beetje. Maar dat vindt ze wel echt een rotbed. Dus ze mag van mij... Dus ze gaat vannacht tussen ons in liggen. Oh, dat vind ik prima. Dat zou echt leuk zijn, dat doen we nooit. Wij zijn lekker bij Nobu en we gaan lekker heel veel eten, yummy. Tenminste, dit is een klein gerecht, dit is niet alles dat we gaan eten. En het laatste hapje is de fried rice, met dit zalm. Ik heb net de eerste look geschoten voor vandaag en inmiddels is de echte grote ster op de set gearriveerd, baby Olivia.
En die moet nu zich ook even omkleden, maar die heeft nog veel te veel plezier met rondrennen. Dus die gaan we zo ook omkleden. En ik heb mijn trainingspak aan voor een ochtendscène wat we gaan filmen. Eet smakelijk, Olivia. Heb jij een eigen lunchrestaurant gecreëerd? Ja! Oké, ik zal vandaag trouwens proberen iets meer te vloggen dan gisteren. Gisteren heb ik letterlijk alleen maar een kwart 12 uur gewerkt en de hele dag gewoon gezeten. En we zijn nu make-up aan het doen. We zijn make-up aan het doen. De eerste look wordt natuurlijk een soort van bedscène. En voor degene voor wie het nog steeds niet duidelijk is wat ik hier nu aan het doen ben. Ik ben voor Swarovski de kerst, nieuwjaars en Thanksgiving campagne aan het schieten. Die dus in december uitkomt. En dat is voor hun kanalen. Dus dat is super cool. En het is een global campagne, dus het is van wereldwijd. Dus het is wel heel cool. Maar goed, dus ik ben hier 4 dagen en we shooten ongeveer 12 tot 14 uur per dag. Dus ja, dat ben ik aan het doen. Ik zal kijken of ik mag laten zien hoe de set eruit ziet vandaag. En ik hoop dat jullie het weten. Oké, de set is klaar. En ze hebben helemaal daglicht nagepoest. En we zitten zonder daglicht in de studio. En dit is echt zo grappig. Kijk, hier is Olivia. In mijn nep woonkamer. Dit is een nep buitenzetting. Heel veel moet doen op deze shootdagen is wachten en wachten, maar nooit zeg maar een uur of zo dat je echt lekker kan zitten. Het is voornamelijk elke keer 10 minuten, 5 minuten, 10 minuten, 5 minuten en super warm. We zijn Thanksgiving dinner zijn we aan het shooten vandaag. Ik heb de video dus af en nu gaan we, zijn we met foto's bezig. En ik moet basically 20 keer hetzelfde doen, dus ik moest net glitters blazen en dan nog een keer. Kaarsje aan doen, op hetzelfde bakje op tafel zetten en dat dan 20 keer. Dus dan weten jullie ongeveer hoe zo'n dag eruit ziet. En er zijn hier 2 andere meiden ook aan het shooten, ik weet niet of jullie die kennen. Eén daarvan is Martha Hunt, die doet deze campagne ook. Ze is ook Victoria's Secret model. En Shamina Shai. Ik hoop dat ik haar naam goed zeg. Dus die hier doen deze campagne ook. Dan hebben jullie 3 studio's en dan bouwen ze het helemaal opgebouwd en dan wisselen we elke keer van set. Dus ik ben super benieuwd naar de uitkomst. En ik mis Olly vandaag heel erg. Ik zin hem lekker met haar te knuffelen. Dus vanochtend werd ik om 7:30 opgehaald en ze was echt toen pas net wakker eigenlijk. Dus ik heb haar maar heel kort gezien vanochtend. Dus daarom mis ik haar extra erg. Want als ik in Amsterdam ben, ga ik altijd pas rond 10 uur werken. En dan heb ik echt al 2 nodig met haar gespeeld en geknuffeld. And to set up an amazing atmosphere. Thank you. Well, actually, this is done. To set up an amazing atmosphere, I'd like to put a lot of crystals in flutes. To set up an amazing atmosphere, I'd like to add a lot of crystals to the flutes. Hang the stars in the tree. En the end of the story. It's an amazing. En ik ben klaar met shooten. De hele shoot is afgelopen en dit was de laatste look. Ik voelde me wel een beetje een drag in deze jurk. Maar het zit erop. Dus Sander komt me ophalen en ik denk dat we ergens gaan kijken. Olivia is in het hotel. En ik ga nu slapen, want het is 8 uur deze dag. Ja, 12 uur deze dag. Het was wel leuk. Hele leuke crew. Heel gezellig. Ja. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat, dus ik ga lekker even mijn spijkerbroek aan trekken en dan zie ik jullie zo. Hey guys, het is weer even later en ik heb gisteravond niet meer gevlogd en ik ben net thuis gekomen in Amsterdam. Vanuit Londen en het is super lekker weer hier. Ik zie er echt mega verrot uit, ik heb ook geen make-up opgedaan. Want als ik foundation en zo op ga doen, zou mijn huid nog slechter worden. Want ik heb afgelopen dagen op die shoot van Swarovski zoveel make-up op gehad dat ik dacht, even zonder. Dus ja, ik ben thuis. Pieps is net aangekomen bij ons. En ja, het is zo lekker om thuis te zijn. Ik ga lekker koken. En dan gaan we lekker gezellig eten met z'n allen. En even spulletjes opruimen. Dus ja, het was echt een super geslaagde trip wel. En ja.
En ik lig lekker in bed. Met het mooie computerlicht van Sander op me. Maar goed, anders kunnen jullie mij wel niet zien. En ja, we hebben lekker gegeten. Olivia ligt ook in bed. En wij gaan nu ook slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend lekker in ons eigen bed slapen. Welterusten. Goedemorgen. Het is vrijdag. En Sander houdt Linda houtgreep. Het is 9 uur en ik ga Olivia naar de crèche brengen. En dan ga ik ontbijten met Claire en Kay en Vief, die ik al heel lang niet gezien heb, Vief. En we gaan naar de ruimte waar we morgen onze klassenzeel hebben. Dus ik ben benieuwd. En de kleine prinses heeft een lekker jumpsuitje aan. Ja, ben je lekker een boterham aan het eten nog? Ik ben gezellig aan het ontbijten en Viefje is terug. Hey. Super bedankt. Hey vriendinnen! En ik ben met Kay en Claire. Hello. En we hebben lekker ontbijt. En we zijn dus bij Pillows Hotel aan het ontbijten. Want hier is de klas, het is heel morgen. Dus we gaan even nog wat laatste dingetjes doorspreken. Sander heeft mij opgehaald. En ik ga nu. En dan heb ik zo twee afspraken. En dan ga ik de hele middag items labelen voor de klas, het ziel. En items prijzen. Ik ben thuis en ik heb al mijn spullen gepakt en we gaan nu naar kantoor en alles labelen. Voor de klassenteel. Zo snel. Ja, nee, maar ik moet gaan. En ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei, vergeet niet te subscriben. En ik zie jullie.